polswarmers. Deze. Die gaan we maken. Ik heb er al één af. En ik heb in vonnenstijl opgeschreven wat we gaan doen. Nou, dit is een patroon van niks natuurlijk. Maar ik weet wat er staat. Dus die ga ik volgen. En op zich, hij is heel makkelijk. En je kunt hem maken zoals jij wil. Met dik garen, dun garen. Lang, kort. Je kunt dit langer maken. Eventueel kun je hier nog een duim op maken. Je kunt er zelfs een wand van maken. Als je dan hier gaat minderen. Kan ook. Wat jij wil. Maar voor mij zijn dit pols. Worden dit polswarmers. Dit is één polswarmer. Maar twee handen. Dus daar moet er één bij. Nou, wat heb je nodig? Ik heb hier zo'n grote promobol van de Zeeman. Daar heb ik deze al van gehaakt en nog wat andere dingetjes. En ik heb nog heel veel over. En ik wil met drie draden gaan haken. Dat het lekker dik wordt. En daarvoor heb je nodig. Even zoeken, waar staat het? Hier. Een 10 mm haaknaald. Die heb je daarvoor nodig. Nou, hoe gaan we nou met één bol, ik leg hem even opzij, met drie draden haken? Daarvoor heeft Siem een tutorial van Made by Siem, weet je wel? De S-methode. En waarom heet het nou S-methode? Niet omdat Siem's naam met een S begint, niet omdat zij dat bedacht heeft, maar ze heeft dat onthouden van een hele tijd terug, dat heeft ze me verteld, heeft ze ooit eens geleerd en ja, je begint met een S, eigenlijk met je staartje hier en dan maak je een S. Zo. Zo maak je een S. En dan een beetje langer, dat is voor het gemak. Zo. Een vrij grote S. Zie je? De S. Zo ga je beginnen. Dan pak je het midden. En Siem heeft daar echt een aparte tutorial voor. Hè? Ik laat het nu alleen maar even gauw zien. Dan kunnen we drie draden gaan haken. Kijk, je pakt het midden bij elkaar. En dan heb je aan deze kant je draad eindje zitten. En hier heb je een lusje en de draad naar je bol. Dan maak je van die drie draden zo een lus voor op je haaknaald. Zo. En dan heb je hier die dichte lus zitten. Hè? Daar haal je je werkdraad doorheen. Zo. En daar trek je aan. En dan maak je een hele lange lus zo. Ja? Je trekt eraan. En dan heb je drie draden naast elkaar liggen. En als je nou straks aan het haken bent en je drie draden zijn op, dan haal je hem weer door die lus heen. Zo, je werkdraad door je lus heen halen en je trekt er weer aan. Heb je weer drie draden. En zo kun je met één bol toch met drie draden haken. Dat je geen drie bollen hebt liggen die door de kamer heen zwerven. Bovendien, als je een klein project wil maken, zoals zo'n polswarmer, om dan drie bollen aan te moeten breken, dat is ook wat. Kan makkelijk met één bol. Dan hou je dik over. Dus op die manier een dikke draad met één bol. Nou, wil je er meer uitleg over? Echt, dan verwijs ik naar Siem's haakkanaal, Made by Siem. Ga daar even kijken, zoek het op. En dan heeft Siem daar een hele mooie lange tutorial van. Nou, wij gaan beginnen met 14 lossen voor mijn pols. Heb jij andere garen, andere haaknaald, andere pols? Alles kan, het aantal steken, maar het meest mooi is als je een even aantal steken hebt in verband met de boordsteek die we gaan doen. Nou, ik begin met 14 en die drie draden haak ik gewoon als één draad. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,
8, 9, 10. En het eindje van mijn lus begint eraan te komen. Dus zie je dat zo meteen ook. 10, 11, 12, 13, 14. En dan heb ik hier het eindje van mijn lus. Zie je dat? Nou, dan trek ik mijn werkdraad er weer doorheen. En ik maak weer een lange lus, als mijn bol het goed vindt. Zo. Bon, hopla, lange lus. En ik had vanmorgen, toen ik die andere polswarmer haakte, had ik die bol gewoon op de grond liggen. En dan kon ik zo trekken. Kijk, en dan heb je hier 3 draden. En hier is het eind van je lus. En hier heb je weer 3 draden. En je haakt gewoon verder. Ik heb 14 lossen. En nu sluit ik mijn ronde in de eerste lossen. Goed opletten dat je in die eerste lossen insteekt. En dat je daar 3 draden hebt om onderdoor te steken. Zie je dat? 3 draden. En sluiten met een halve vaste. Zo. Dan moet dit zo makkelijk om je pols passen. Nou, iets verder je onderarm, tot waar jij het wil laten komen. Dat moet passen. We beginnen met 2 lossen. En die staan voor het eerste halve stokje. 2 lossen. In de volgende steek doe je een stokje. Goed kijken dat je onder 3 draden doorsteekt. Een stokje maken. Volgende een half stokje. Dan weer een stokje. Met mijn vingers frutsel ik even die lossen een beetje open, zodat ik goed in kan steken. Na dat stokje weer een half stokje. En zo ga je rond. Half stokje, stokje, half stokje, stokje. Totdat je rond bent, dan eindig je dus met een stokje. En heb je in totaal 14 steken. Half stokje. Stokje. Stokje, zei ik. Oh, het einde van mijn lus. Nou, kijk, daar is hij. Nog een keer. Je draad door die lus halen en trekken. En dan heb je weer een lange draad waar je mee verder kunt haken. Wat moest dit nou worden? Een stokje. Kijk, de eerste 2 steken is een half stokje. Dan een stokje. Half stokje, stokje. Half stokje, stokje. Ah, heb ik een fout gemaakt. Half stokje, stokje, die klopt. Half stokje, stokje, die klopt. Half stokje, half stokje. Ah, dit moest een stokje zijn. Dus die haal ik uit. Ik zit ook zo te kletsen en te doen. Dit moet een stokje zijn. Het patroon is half stokje, stokje, half stokje, stokje. Helemaal rond. Wat zei ik nou? Dit moest een stokje zijn. Helemaal rond. En dan eindig je dus met een stokje. En dan heb je 14 steken gedaan. Nou, 14 steken gedaan. En nu eindig ik mijn ronde met een halve vaste in die tweede losse van het begin. De bovenste. En weer goed kijken dat je netjes insteekt. Een halve vaste. Dit heb je dan. Gaan we boordsteek doen, hè? Dat zei ik. Nou, hoe doe ik dat? Ik doe 2 lossen voor een half stokje. Nou, de volgende steek, dat was een stokje hier, hè? En daaromheen maken we een stokje. Dus omslaan en dan langs het pootje, niet in de steek insteken, maar echt
langs het pootje een stokje maken. Volgende steek is een half stokje en daar insteken in het halve stokje en een half stokje bovenop maken. Volgende steek is weer een stokje en daar maken we weer zo'n stokje omheen. Dus aan de zijkant van voren naar achteren en aan de andere zijkant kom je aan de voorkant weer tevoorschijn. En je haalt je lus op en je maakt een stokje. En nou heeft die steek een ingewikkelde naam, een voorlangs relief stokje. Maar daar moet je niet ingewikkeld over doen, je moet gewoon zo insteken, dat is alles. Nou, volgende steek, een half stokje en daar komt een half stokje bovenop. Volgende steek is een stokje en daaromheen doe je weer zo'n stokje om het pootje heen, een voorlangs stokje. Nou, als je dit nou rondom doet, dan heb je straks weer 14 steken gedaan en je eindigt met een voorlangs stokje. Hier eindig je met een voorlangs stokje. Zie ik je daar terug. En het laatste voorlangs stokje gedaan en dan sluit ik mijn ronde weer in die tweede losse. Met een halve vaste. En dit doen we nou nog één keer. Dus twee lossen. Die telt als half stokje. Volgende steek is zo'n voorlangs stokje. Dus die krijgt ook weer zo'n voorlangs stokje. Volgende steek, die ligt erachter, hè? Zo. Dat is een half stokje. En daar doe je dan weer een half stokje in. Een voorlangs stokje, dus daar komt een voorlangs stokje om. Het is precies hetzelfde. Voorlangs stokje, half stokje, voorlangs stokje. En je eindigt je ronde weer met een voorlangs stokje. Ik ga het gaatje even zoeken. Zo, een half stokje. En een voorlangs stokje. En echt langs het pootje. Niet in een steek insteken, maar echt om het pootje heen. En dat is het enige verschil tussen zo'n voorlangs relief stokje en een gewoon stokje. De manier waarop je insteekt. En dan krijg je dit boordeffect. Zie je het? Die verdikking, het boord. Nou, doe dit rond. Zie ik je hier weer terug. En ik ben weer rond. Ik heb mijn laatste voorlangs stokje gedaan en ik sluit weer in die bovenste van die twee lossen. Zo. Dat was het boord. Zie hoe snel dat gaat met zo dik garen eigenlijk, want ja, je telt dit als één draad. Hè? Dus dik garen, dikke haaknaald, 10 mm. Joh, dat schiet op, hartstikke leuk. En nu gaan we twee ronden steeds herhalen. 5 keer herhalen. Een ronde met vaste en een ronde met halve stokjes. Dus voor het eerste ronde vaste. 1 los om je draad omhoog te brengen. En de steek waarin je gesloten hebt, daarin begin je met je eerste vaste. En dan iedere steek een vaste. Gewoon in de steek insteken. En dan zou je 14 steken moeten hebben. 1 vaste in 1 steek. En dan heb je weer hetzelfde aantal steken als waarmee je begon. Doe dit helemaal rond. Zie ik je daar weer terug. 14 vast later ben ik weer aan het begin en ik sluit mijn ronde met een halve vaste in de eerste vaste. Zo. En dan nu een rij met halve stokjes. Alleen nu beginnen we niet met 2 lossen voor het eerste halve stokje, maar met 1 losse om je draad omhoog te brengen. En in die steek waarin je gesloten hebt, daarin begin je dan met je eerste halve stokje. In de steek waar je gesloten hebt. Het is
1. Volgende, half sokje. 2. Volgende. Allemaal halve stokjes. Als je er dan weer 14 hebt, ben je weer rond. Tenminste, als je hetzelfde aantal hebt als ik, hè, dan ben je weer rond. En dan zie ik je daar weer terug. Na je laatste halve stokje sluit je je ronde niet in die losse, maar echt bovenop je eerste halve stokje. Die losse is alleen maar bedoeld om je draad omhoog te brengen, niet verder als steektellende. Dus bovenop je halve stokje sluiten met een halve vaste. En deze twee ronden, die ronde met vaste en met halve stokjes, herhaal je nu nog 4 keer. Zodat je in totaal dat 5 keer gedaan hebt. Dus je begint weer met 1 losse en in de steek waar je gesloten hebt, daar ga je verder met 1 vaste. En zo helemaal rond. En dan de volgende ronde begin je ook weer met 1 losse, maar dan in de steek waar je gesloten hebt, maak je een half stokje. Ja, gewoon helemaal rond. Deze twee ronden herhalen. Nou, als je dan al die rondes helemaal gedaan hebt, die nog 4 keer een ronde vaste en een ronde halve stokjes, heb je dit. Zo. Moeten we hier nu een duimschat gaan maken, hè? Doen we zo. Kijk, ik zal het even uitdoen. Zo. Alle drie de lussen weer op mijn haaknaald, zodat het weer 1 draad wordt. En dan begin je met 1 losse en dan 2 vaste. Dus 1 losse om je draad omhoog te brengen. In de steek waar je gesloten hebt. Je eerste vaste. En de steek erna je tweede vaste. Zo. Dan doe je 2 losse. 1. En 2. En je slaat 3 vaste over. 1, 2 en 3. En dan in de vierde vaste maak je weer een vaste. Dan heb je hier een gat voor je duim. Ja, gat voor je duim. Nou, en dan moet je nog 8 vaste haken na deze. En dan ben je weer rond. 1. Netjes insteken van. En 2. En 3. Je moet echt goed opletten dat je al die lussen als 1 draad hangt. En 4. Nou, op zich is dit gewoon een heel makkelijk patroon, maar doordat je met 3 draden haakt, moet je toch wel opletten. 6. 7. En 8. En dan ben ik weer rond. Dan sluit ik mijn ronde weer op die eerste vaste. Zo. En dan komt nu een ronde met halve stokjes. Want na de vaste komen de halve stokjes. Dus je begint weer met 1 losse. In de steek waar je gesloten hebt, een half stokje. In de volgende vaste een half stokje. En dan kom je bij je losse ketting. Hier, de losse ketting. En nu kun je gewoon in de opening insteken om 2 halve stokjes te doen. Maar ik vind het persoonlijk mooier om gewoon door zo'n lus te steken. In de losse insteken. Dan blijft hij altijd op zijn plek. Dus 1. En de volgende losse die krijgt nummer 2. En dan kom je weer bij je vaste. En ook die krijgen ieder gewoon een half stokje.
In totaal 9 achter elkaar. 1, 2, nou ja, 9. En dan ben je weer bij het begin. Zie ik je daar weer terug. Nou, dan sluit je je ronde weer bovenop je eerste halve stokje. Net als de hele tijd. En dan heb je 13 steken. 1 steek minder als waar je mee begonnen bent. Gewoon omdat je hand hier bovenop is gewoon smaller dan hier. Dus dat scheelt een steek. Met zo'n dikke naald hoeft dat maar 1 steek te schelen. Nou, en je eindigt met nog 1 keer een ronde vaste. Dus in de steek waar je gesloten hebt, je eerste vaste. En er dan 13 in totaal. 2. 3. En wat ik al zei, als jij ze langer wilt, gewoon doen. Dan blijf je die 2 ronden van vaste en halve vaste of halve stokjes herhalen. Dat kan. Je kunt er ook nog een duim aan naaien, aan haken. Dat kan ook. Je kunt er een wand van maken, wat jij wil. En iedere keer tijdens het haken, als je dan weer bij het eind van je lus komt. Kijk, hij zit er bij mij aan te komen, daarom haak ik even door. Kijk, als je weer aan het eind van je lus bent, je trekt gewoon je werkdraad er weer doorheen. En je maakt weer zo'n nieuwe lange lus. En dan kun je weer verder. Nou, ik haak mijn 13 vaste en dan zie ik je hier op het eind nog even. Ik sluit mijn ronde weer bovenop de eerste vaste. Met een halve vaste. Ik knip mijn draad af. Oh, gaat mijn schaar. Lekker handig ben ik weer. Nou ja, van op en top, hè. Kijk, ongeveer even lang als dat mijn lus nog is. Knip mijn draad af. Nog 1 keer doorhalen. Lekker stevig aantrekken. Draadje wegnaaien. En je hebt nummer 2. 1, ik 2. Jij moet nog een keer. Ha, kijk, ik ben al klaar. Zo zit hij. Ik vind het echt heel erg leuk. Kijk, die andere er even bij aandoen. Zo. Ja. 2 polswarmers. Simpel, snel en ja, lekker warm, denk ik. Ik zie jullie graag terug bij een volgende tutorial. En ik wil Siem echt heel erg bedanken dat zij die methode heeft gedeeld. Dat ik die van Siem heb mogen leren. En ja, love you. Tot de volgende tutorial.